Afgelopen dinsdag kon je je in Bibliotheek Permeke als tiener uitleven op het suikerfeest, kerstmis, carnaval en het Chinees nieuwjaar. Al dat gefeest staat in het teken van Vliegfeest, een project van Cultuurnet Vlaanderen. Volgende twee woensdagen wordt Vliegfeest georganiseerd. Wat is dat? Dat is eigenlijk de vlieg die doorheen de bibliotheek gaat vliegen langs allerlei verschillende feesten. En de kinderen worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En op het einde is er natuurlijk een feestje. En het is dan ook een heel leerrijke tocht. Wat leren de kinderen allemaal? We proberen de feesten van de wereld een beetje daar een beetje achtergrond bij te geven. En dan ook tegelijkertijd de bibliotheek leren kennen natuurlijk. Waar dat ze wat kunnen vinden en zo van die dingen allemaal. Vliegfeest is een nationaal project. Waarom heeft de BIEB Permeke beslist om mee te doen? Goh, wij doen eigenlijk al een aantal jaren daarmee mee. En ja, ik denk dat dat gewoon een verderzetting daarvan is. Omdat dat label wel bekend aan het geraken is ondertussen. En daarmee, wij willen de bibliotheek natuurlijk ook een beetje reclame voor maken. En meer kinderen naar hier krijgen. Dus. En genieten de kinderen van de zoektocht? Ik hoop van wel. Ik heb toch de indruk van wel. Dus, ja. En was het leuk om het vliegfeestspel te spelen in de BIEB? Het was heel leuk en tof. En op het einde was er ook een piñata. En je kon zelf drankjes maken. En het was heel tof. En wat heb je nog allemaal geleerd buiten de piñata? Feesten uit andere landen. En om de geesten, boze geesten, weg te jagen van het Chinees nieuwjaar. En was het leuk, het feest? Heel leuk. En het was heel erg tof. Op het einde dronken jullie een cocktail. Wat voor cocktail hebben jullie gedronken? Ik dronk een zonsopgang cocktail. En er was ook een groen gift cocktail. Maar ik vond de zonsopgang cocktail de beste. Ik dronk limonade omdat ik het allebei niet lekker vond.